Wij denken dat het Nederlandse landschap in 2070 veel grotere regionale verschillen kent dan nu. Onze zorg is dat er heel veel goede landschapsplannen worden gemaakt, maar dat er weinig worden uitgevoerd. En de rol van de overheid zal zijn om te blijven investeren in het landschap, meer nog dan nu. Tegelijkertijd ook oog te hebben voor lokale initiatieven en die te ondersteunen. In de regio Groningen-Assen, het gebied waar ik het over wil gaan hebben, daar zit eigenlijk gewoon de perfecte balans tussen stad en land. En het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Dat gebied, dat soort juweeltje. Het ligt buiten de hectiek, zou je kunnen zeggen, van het stedelijke netwerk, hè, de supersteden. Dat betekent dat er een heel andere dynamiek gaande is in dat gebied. Het heeft een relatieve rust en een relatieve zelfstandigheid. En dat, als je kijkt naar de groei van het gebied door de tijd heen, dan heeft het altijd een soort van hele stabiele groei doorgemaakt. En dat is een soort van vruchtbare bodem waarop ook plannen, ruimtelijke ordening zich heel goed heeft kunnen ontwikkelen. Die ruimtelijke ordening, waar Groningen ook een cultuur in heeft, die betaalt zich ook uit. En veel van die records die ze vestigen zijn het resultaat van ruimtelijke ordening. Dat sterke Groningen met daaromheen het open landschap, dat versterkt zich alleen maar naar de toekomst toe. Tegenstellingen tussen stad en land worden alleen maar groter. En daarmee neemt ook de afhankelijkheid van de regio voor voorzieningen en werk van de stad toe. Wij hebben de inspiratie gezocht buiten de banaan, maar dan aan de andere kant Parijs. Dat sterke netwerk, die sterke verbinding tussen de grotere regio en die afhankelijkheid en het centrum, die is ook heel relevant voor regio Groningen-Assen. Tegelijkertijd zien we dat dat dus op economisch vlak al ongeveer zo werkt, maar dat het platteland op een of andere manier nog niet is aangehaakt. Dus daar valt nog een wereld te winnen. Dat is nog niet dat leeggetrokken Franse platteland wat in de zomer druk wordt bevolkt door randstedelingen. In het vormgeven van die structuur ligt natuurlijk een rol van het Rijk. Allereerst het zien van die stedelijke regio's als een belangrijke landschappelijke opgave, daar ook ideeën over vormen. We zijn gevraagd om twee interventies te doen. Allereerst het bouwen aan dat perfecte netwerk. Economisch ligt het er ongeveer al, maar landschappelijk kan het nog veel verder worden weergegeven in deze schets, waarbij je in de bollen de steden ziet. En met de wat dunnere lijntjes en plekken een soort fijn netwerk van verbindingen en buitenplaatsen. Dat netwerk blijft achter, ik zei het al, en dat is een belangrijke taak voor de regio en wellicht ook voor het Rijk om daarin te investeren om dat beter te maken. En een van de kansen die we bijvoorbeeld zien is de Rijtdieproute, die helemaal de loop van de Rijtdiep volgt van Groningen Centraal tot en met Schiermonnikoog. Tweede interventie gaat over een meer autonoom maken van de regio, fysiek en organisatorisch, de energie- en de wateropgave. Juist op die regionale schaal, het realistisch is om een soort kloppend plaatje te maken van energieconsumptie en energieproductie. Dat lukt je niet op stadsniveau, op landsniveau wordt het ook wel heel ingewikkeld. Maar die regio is een hele dankbare schaal om dat te organiseren. Als we dan naar de stad gaan, dan zien we dat is misschien nog even belangrijk om te noemen, is dat de grote opgaves uiteindelijk dan toch in de steden liggen, dus ook de grote kansen. Dus net, jammer genoeg, waar het allemaal mee begonnen is, het idee van kunnen we een economisch perspectief bieden voor het aardbevingsgebied. Net daar liggen er ongekend weinig kansen voor nieuwe economische impulsen. Dat zit toch vooral weer in de Eemshaven, Delfzijl en Groningen. Een tweede uitdaging waar de regio voor staat, en dat is de waterberging, waterbuffering. Om de afhankelijkheid van het IJsselmeer te verkleinen. De laagveengordel, die eigenlijk ten zuiden van Groningen ligt, is daar het belangrijkste gebied voor natuurontwikkeling. Recreatieontwikkeling en waterberging gaan daar, als het goed is, hand in hand. De grote systeemopgave, dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid van het Rijk. Ook de rijksinvesteringen in die energietransitie, ook landschappen kunnen ontlasten. Doordat je dat actief zelf vormgeeft, kan de ruimtelijke kwaliteit van grote delen van het landschap misschien worden gewaarborgd. En ook juist bij deze opgave zie je dat eigenlijk alle goede plannen er al liggen, maar altijd de grote vraag is wie brengt het geld binnen. Ergens, jullie noemden ook op je site een revolverend fonds. Dat betekent dat er eerst geld uitgaat, maar dat er ook weer iets terugkomt. Ja. Waar komt dat vandaan? Ja, dus dat zijn we nu voor het Paterswoldse Meer aan het onderzoeken.
Daar zitten heel veel recreatieve ondernemers die gewoon geld verdienen met de recreatie elk jaar. Dus als het lukt om met een plan binnen 20 jaar dat aantal te verdubbelen, dan kun je daarop voor sorteren met zo'n fonds en van daaruit de investeringen betalen. Het bijna klassieke model van hoe stad en landschap op elkaar reageren is hier nog echt te vinden en is ook een heel interessant vertrekpunt, zeg maar, om die verwevenheid tussen stad en landschap op een andere manier dan, zeg maar, in een netwerkstad of op andere plekken zoals die op andere plekken in Nederland te vinden is, te benaderen. En dat maakt het zo interessant, maakt deze regio zo interessant en ook, denk ik, anders. Alles wat je ziet boven Groningen is van boeren. Waarom ontbreken ze in jullie toekomstperspectief? Zoals wij dat nu bekijken, is het niet zo dynamisch. Die boeren doen het ongelooflijk goed. We hebben wel onderzoek gedaan ooit naar of wij biomassa moeten telen rondom de stad. En eigenlijk zegt iedereen met de pootaardappelen echt zo ongelooflijk veel geld wordt verdiend. Dat voordat dat echt iets anders op een andere manier gaat en op een andere manier, zeg maar, ook zijn beslag krijgt op het landschap, dat nog heel lang zal duren.